Serkan, Serkan, Serkan. Na jaren eindelijk bij Glory. Hoe voelt het dan na zo'n lange reis eindelijk je debuut te maken bij Glory? Ja, het voelt natuurlijk heel goed. Het is een jongensdroom die uitkomt. Je groeit natuurlijk met alle toppers in de vechtsportwereld vanaf de K1 tijd. En dan wil je op het hoogste podium staan. En morgen is het eindelijk zover, man. We staan op het hoogste podium en ik ga me zeker bewijzen. Absoluut, man. Niet iedereen weet het, maar het is een lange weg voor jou geweest. Je hebt de hele wereld al overgevochten. Mensen zien jou als een nieuwkomer, terwijl je eigenlijk al een berg van ervaring achter de rug hebt. Met jouw neef Gökhan Saki veel zitten trainen, veel dingen gedaan. Wat vind je ervan dat mensen onderschatten hier bij Glory? Dat vind ik, ieder voor zich natuurlijk, weet je. Mensen die me kennen, die weten wat ik in huis heb. Die weten dat ik al 40 partijen heb, waarvan ik 34 heb gewonnen en 32 op knockout. Dat zijn statistieken die niet liegen. En mensen die me kennen, die weten wat ik in huis heb. En die komen zeker morgen kijken om te zien wat ik in huis heb. En ik ga ze niet teleurstellen. Vet, man. Hey, vorige keer dat ik je sprak, dat was 2017, was je een heavyweight. Was je klaar voor de WFL, je zou het zwaargewicht titels pakken. Nu ben je in één keer naar middleweight gegaan. Hoe heb je dat gedaan en voel je je net zo sterk? Ik ben inderdaad twee divisies omlaag gegaan. De bedoeling was eerst eigenlijk om light heavyweight te gaan vechten. De pandemie kwam en het begon eerst als grap om 85 kilo te vechten. Maar we gingen trainen en we gingen ervoor. En uiteindelijk is het uitgekomen zoals hun het hadden verwacht. 85 kilo, ik ben lekker droog. Ben kilo verloren, maar mijn kracht ben ik zeker niet verloren. Dus de knockout is zeker nog hier. Laatste vraag voor mij. Toen bij WFL heb ik het ook dezelfde vraag gesteld. We zijn wat jaren later. Laten we het eerst anders doen. Hoeveel partijen heb je staan voor Glory? Voor Glory? We hebben natuurlijk een contract getekend. Dat is een tweejarig contract. Waarvan één jaar denk ik al voorbij is. Maar die tel ik natuurlijk niet mee. We hebben bijna op elk event die ze gaan organiseren hebben we een partij staan. En we gaan er zoveel mogelijk proberen te vechten. Eerst morgen. Dat is het debuut. Die is natuurlijk heel belangrijk voor mij. En dat gaat zeker goed komen, man. Ik heb er geloof in. Ik voel me supergoed. Als er één ding wat zeker is, is het jouw zelfverzekerdheid altijd hetzelfde geweest. Binnen hoeveel jaar ben jij de kampioen bij Glory? Mijn zelfverzekerdheid is nooit veranderd. Dat is altijd goed geweest. Omdat ik weet waar ik het voor doe en wat ik ervoor doe. Dus ik wil geen getallen opnoemen, maar ik denk zo snel mogelijk, man. Zo snel als het kan wil ik die kampioen worden, man. Middleweight divisie ga ik veroveren. Ik ga ze eruit slaan, 100%. Dankjewel en veel succes, man. Thanks, brother. Lobby, man. Goed je te zien, man. Sowieso, man. Goed.